En nou is hij helemaal goed. Check. Oké. We kunnen ondertussen wel kijken of we die bomen ondertussen alweer kunnen omhakken. Al een paar bomen geplant daar. Zullen we eens even kijken of die ondertussen al gegroeid zijn. Jump, jump, jump. Hallo. Dag meneer de creeper. Heb ik een knockback hierop zitten? Nee. Heb ik een knockback bij? Nee. Oké, dammit. Oh. 1, 2. 1, 2. Oh, ontwijkmanoeuvres werken niet. 1, 2, 3. Hoppa. Zoveel doen ze toch niet. Zoveel pijn. Kom dan. Hoppa, ik ontwijk gewoon jou al op pijlen, jongen. Je dacht mij te kunnen hebben, maar echt niet. Het was nog wel trouwens echt een bitch om daar door die grote berg erachter straks heen te gaan. It's gonna be a bitch to get over there. Nou ja. Wegenbouwer, ga je niet alleen over dingen heen, net als hier, met bruggen bouwen. Maar gaan we er ook doorheen. Wacht, ik was op zoek naar mijn bomen. Doe! Ik denk, waarom wandel ik nou weer deze kant op? Hey, en ze zijn allebei gegroeid. We hebben weer een nieuwe Dark Oak Wood. Mooi! Kunnen we die ook om gaan hakken? Pam padam padam, pam padam padam. Ilko de wegenbouwer, Ilko de houthakker. Ilko de houthakker. Ronald had op een gegeven moment een video die ook Ronald de houthakker heette. hoppa. Eerst de bovenste, dan gaan die dingen daar in ieder geval alvast verdwijnen. Kijk ook video's van andere YouTubers, echt wel. Als jullie leuke video's maken willen, ga ik ze ook wel kijken. Moet je ze maar sturen. Moet je ze maar... De beste manier om mij te bereiken is op Twitter. Ik bedoel, ik krijg soms echt idioot veel berichten de laatste tijd. Maar ik probeer nog steeds ieder Twitterbericht in ieder geval te lezen. Overal reageren lukt, moet ik heel eerlijk erkennen, niet altijd meer. Echt, vind ik heel erg jammer eigenlijk. Maar alle comments lees ik, alle Twitterberichten lees ik. En ondanks dat ik niet altijd reageer, kun je er altijd vanuit gaan dat ik je bericht in ieder geval gezien heb. Dus dat, ik bedoel, dat is ook wel zo netjes. Dat is wel het minimum wat ik kan doen. Ik vraag jullie om een comment achter te laten, dan moet ik ook wel zorgen dat ik ze zie. Even kijken. Als we deze in ieder geval alvast door gaan maken naar de overkant, kunnen we vanuit daar... Juist, kijk, we hebben hier nog liggen. Stenen en dirt, wat er allemaal net niet bij paste. Dan kunnen we die in ieder geval... Stenen en dirt, zei ik. Hoppa. Kunnen we in ieder geval vast het stuk naar die berg toe maken. Nou, vanuit daar gaan we wel weer verder kijken wat we gaan doen. Of we er overheen gaan, of dat we er doorheen gaan, of... Ik bedoel, we hebben met de meeste wegen hebben we gewoon er doorheen gedaan. Gewoon dwars er doorheen. Hup, ga aan de kant jij. Hup, hup, hup. Bye. Oh, een witch. Oeh, en een creeper. Oh, heb ik een boog bij? Nope. Dang it. Oké. Hoe ga ik dat doen? Crap! Oké, weet je, frag it. We gaan gewoon hier blijven. We gaan gewoon blijven bouwen. Hier. Hopen dat ze mij niet zien. Hopen dat ze mij niet zien. Dun, 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 dun. Moet ik sowieso trouwens de onderkant van de brug ook hier weer gaan maken. Dus we moeten sowieso... Een stukje die kant op nog. Oké, hup. Blijven zien jullie mij niet? Nee, mooi hè? Jullie zien mij niet. Want als ik nou nog verder deze kant op ga... Dan zien jullie mij als goed helemaal niet. Steeds niet. Mooi. Perfect. Als ik dan zo meteen gewoon het daglicht... Ik zie jou daaronder ook wel. Je dacht dat ik je niet zag, hè? Echt wel. Ik zie je daar gewoon zitten. Ik hoop alleen nou niet op skeleton archers. Want dan ben ik wel genaaid. Dan heb ik gewoon een probleem. Dan wordt het heleboel opgeblazen. En dan word ik, of dan word ik vooral hier afgeblazen. Dat is eigenlijk meer het probleem. Dan ga ik dood, dan heb ik geen zin in. Kijk, zo van dat soort skeleton archers. Hoppa. Kijk, normaal zou ik net zoals aan de andere kant doen, maar dan kan ik die creepers daar niet in de gaten houden. Oeh, sneeuw! Wat gezellig. Als dat nou in de echte wereld ook nog eens zou gaan gebeuren, dan heb ik het idee dat het winter is. In plaats van al die regen en kou en... Ja.
Weet je, fuck it, we gaan nog een keer tussendoor. Oh nee, we moeten toch deze kant op. Hallo. Ga jij boom doen? Nee, jij gaat geen boom doen. We moeten daar namelijk niet... Geef mij jouw gunpowder. Op TNT maken en dingen opblazen en trap zetten. En... Oeh, dit is eigenlijk wel een vet idee. Gewoon een trap maken. 1, 2, 3, hoppa. Auw. Auw. Schiet hij? Ja, ja. Ja, oh! Music disc! Awesome, het is gelukt. Oh, ik deed het onbewust, maar ik was helemaal vergeten dat je op deze manier een music disc kan krijgen. Oh, en boom. Oh, welke hebben we? Chirp. Nice, ik weet wat we volgende aflevering gaan doen. Volgende aflevering gaan wij een... da-da-da-da-da music player maken. Fucking awesome. Echt fucking awesome. Oh, ik was helemaal vergeten dat dat op die manier werkte. Geniaal. Ik zeg geniaal. En we hebben 14 Dark Oak Wood, dus we kunnen ondertussen 4 plus 4 is 8 plus 4 is 12. 3 van die bomen maken. En ik ben door mijn voet heen. Dit is trouwens ook grappig. Dit is echt heel erg grappig. Hebben jullie wel eens gezien? Kijk. Je ziet hier die bordjes zie je staan. En hier zit wol op. En dan kan je gewoon oplopen. Fucking awesome. Terwijl als je hier gaat staan, dan zou je er doorheen pleuren. Er zat daar een blauw ding. En als je... Oh, ik dacht even de creep worden. Blauw, en als je op die blauwe wol ging staan, zit je helemaal veilig. Want blijkbaar kunnen mobs niet over train rails heen en zien ze dat gewoon als een gat. Terwijl Minecraft het niet als een gat behandelt. Oh, en nog meer goed nieuws. Bobo Bernhard is terug. Iemand heeft het netjes teruggebracht. Bobo Bernhard. Ja. Ik weet niet wie je geleend had. Maar ze mogen je voortaan wel een keer terugbrengen. Anyway. Dankjewel. Ah, oké. Okay. Op, naar boven. Hup. Die kant op. Bobo Bernhard is terug. Ja. Oké, okay, die daarin. Ik hierin. En gaan met die banaan naar boven. Oei. Dit gaat echt te langzaam. Hier moet ik meer van die versnellingsdingen tussen zetten. Even kijken. Anyway. We gaan een... Hoppa. Briljant pad. We gaan een... hoe heet dat? Zo'n music player maken. Die gaan we hier neerzetten. Kijk. Ik had hier trouwens ook mijn... jullie hadden dit gezien. Ik moet ook meer... ik moet een koeienfarm moeten we eigenlijk hebben. Misschien dat ik gewoon eens wat koeien moet gaan verzamelen. Zodat ik wat meer boekenplanken kan gaan maken. En hier zie je... Kijk. Ik heb gewoon een arme kist. Alle fortune dingen, alle pickaxes die ik nog had gemaakt. En dit zijn die al helemaal kapot zijn. Dit waren echt de meest nutloze bogen ooit. En we hebben een hele hoop goede armor gehaald. En we kregen ook nog echt een gigantische hoop gold en leather armor. En zelfs enchanted leather en gold armor. En een paar chain armor. Die vind ik wel vet. Dus ook van die dingen kregen. Anyway, ik ga eens heel even uitvogelen hoe de hel... Wacht, we kunnen dit trouwens wel eventjes dumpen in de tussentijd. En steen hebben we nog nodig, maar die gaan we zo meteen wel hakken. Ik ga even 2 seconden kijken hoe ik een music player maak.